Ondanks de scholen gesloten zijn in verband met COVID-19 is het zeer belangrijk dat je de leerstof blijft doornemen. Een hulpmiddel hiervoor is de applicatie Stuka. In het volgende item vertelt Elvin uitgebreid hoe dit in elkaar zit. Alright, Stuka.sr, dat is een website waarbij leerlingen van de klasse 6 GLO en klasse 3 en 4 MULO kunnen oefenen met oud-examenwerkjes die automatisch worden gecorrigeerd en waarbij ze kunnen zien, gelijk kunnen zien als ze zijn geslaagd of niet. Dat is het in een nutshell. En waarom is dit zo belangrijk om deze werkjes te oefenen? Oké, als ouder zelf, maar ook alsgene die al langer dan 23 jaar bij het onderwijs is, weet ik dat er twee dingen belangrijk zijn. Eigenlijk kan je zeggen drie. Je moet het onderwijs tot je nemen, je moet daarna oefenen en dan moet je daarna gaan reproduceren. Wat wij al doen is het onderwijs tot ons nemen. In deze COVID-tijd gaat het heel erg moeilijk om dat te doen. Oefenen en dan reproductie. Bij Stuka kan je een combinatie van oefenen en reproduceren doen. Want je oefent het examenwerk, maar je maakt het examen ook precies zoals je dat zou doen bij een regulier examen. Zodat je kan weten als en hoe goed je voorbereid bent op de examens. Hoe kan je eigenlijk volgens deze methode oefenen? Wat moet je allemaal doen? Oké, je moet hebben een laptop, een smartphone of een tablet. Je moet in elk geval iets hebben waarmee je op het internet kan gaan. Daarnaast heb je, tenminste voor nu, het internet nodig zodat je kan werken. Daarnaast heb je een Stuka-code nodig die je kan aanschaffen bij Stichting Motief A. Die Stuka-codes kosten 100 SRD, maar in de maanden april en in de maand mei hebben we eigenlijk een heel gulle sponsor gaat. Die bestaat uit twee organisaties, Pragmatic en OTNV. Een shout-out naar die twee bedrijven. Want zij hebben het mogelijk gemaakt dat je voor deze twee maanden in plaats van 100 SRD, voor 60 SRD een code kan aanschaffen. Niet iedereen in Suriname is soms in de gelegenheid om dit bedrag te betalen. Zijn er wel modellen bedacht om toch deze mensen te accommoderen? Yes, vanaf het begin al af hebben we gekeken. En het vorig jaar was Stuka 100 SRD. We hebben gezegd, trots de economische veranderingen, houden we de prijs op 100. Maar nu is er iets moois aan het gebeuren en dat wil ik ook delen. We zijn een adoptieprogramma gestart waarbij mensen een code kunnen aanschaffen voor of hun eigen kind of voor een ander kind. We hebben bijvoorbeeld nu een dame gehad die het project heeft gezien en heeft gezegd, mag ik 100 codes aanschaffen? We hebben dus die codes al gelijk beschikbaar gesteld. En ik wil de scholen noemen die nu al een code van deze gulle mevrouw, maar ook andere gevers hebben gekregen. We hebben ook een gever die heeft gezegd 35, we hebben iemand van 60. Een bedrijf heeft ons gisteren gebeld en heeft gezegd, hey, ik wil dat specifiek district doen. Dus we hebben nu al geholpen OS Sunny Point 1, OS Sunny Point 2, R.A. Tamenga School en de Daniel Eifelaar School van Brokopondo. Die hebben reeds codes. We zijn nu bezig met, ik dacht OS Ballona en daarna gaan we naar Hanneslust om te kijken welke andere scholen we door kunnen blijven voorzien. Met andere woorden, stel ik heb een buurjongen, zeg ik van hey Frank, hoe is het? Ik betaal die 60 SRD en jij kan via Stuka je voorbereiden op je examens. Precies, je kan dus een kind adopteren. En het mooie van Stuka kopen en gebruiken is dat je helemaal niet uit je huis moet. Je kan via Mopi betalen bij ons, je kan het overmaken op onze bankrekeningnummer, zodat jij niet hoeft te komen met deze COVID-situatie en dat ook ouders niet hoeven te komen. Een van de grotere voordelen van Stuka wil ik ook gelijk bespreken. En dat is, als ouders hun kinderen moeten overhoren of moeten kijken als ze hun werk hebben gedaan, is het vaker een uitdaging voor ons als ouders, want unos ab alasani. Maar bij Stuka zie je dat het kind heeft gewerkt, want je ziet als het examen is gemaakt, je kan inloggen. Je ziet hoe lang dat kind per vraag is bezig geweest. Dus je kan zien van, hé, maar deze vragen zijn waarschijnlijk nog een beetje moeilijk voor dat kind. En je hoeft helemaal niet je werk te onderbreken of om dat te doen. Want het is een kwestie van inloggen. Kijk als dat kind het heeft gedaan. Kijk naar de cijfers. En dan zit je goed. Is er een link met het ministerie van Onderwijs? Oké, we zijn on speaking terms met het ministerie van Onderwijs. We hebben toestemming van het ministerie van Onderwijs om Stuka aan te bieden op alle scholen. Nogmaals, gewoon gaan op www.stuka.sr. www.stuka.sr, Datori City. Of voor jezelf kopen of een kind adopteren. Suriname, we kunnen het.